Ja, ik voel me succesvol, maar dat heeft vrij weinig te maken met hoe succesvol mijn bedrijf is. Dat heeft alles te maken met dat mijn leven goed is ingericht. Dus dat ik een goed lopend bedrijf heb, maar ook dat ik daarmee weer leuke dingen kan doen met mijn familie. Of ik heb een voorbeeld een keer eerder genoemd, maar ik ga dus voor mijn werk ga ik naar Cannes. En dat is duur en veel champagne en rosé en jachten en alles erop en aan. En dat is voor een meisje die uit de Bijlmer komt best wel. Daar schrik ik soms nog. Daar kan ik nog steeds van schrikken. Dat ik denk, nou, ik snap niet wat ik hier doe. En waarom zou je zoveel geld betalen voor een flesje water? En gewoon, nou, dat begrijp ik niet. En dan ben ik gewoon heel erg blij dat ik, ondanks alles wat er om me heen gebeurt, ik altijd nog denk, oh, maar ik had liever nu met mijn broertje en mijn zusje en mijn moeder op een rubber bootje gezeten in Cannes dan op deze jacht. Dat is voor mij dus wel echt succes. Ik heb een leuk huis, ik heb fijne vrienden, ik heb genoeg geld op mijn bankrekening. Maar als je aan me vraagt waar ik nou echt gelukkig van word, dan is het mijn familie. Dus dat ik die basis nog steeds heb, dat vind ik dat mij succesvol maakt. Ik snap nog steeds niet dat we, als we, wat is het, 12 ben je en dan wordt er gevraagd, wat wil je worden? Wist ik veel, dus ik moest het ineens beantwoorden en zei ik, kapster. Dit staat ook in al je mappen die je dan aan het maken bent met Talisha, die gaat naar OSB en wat wil ze laten worden? Kapster, ik heb nog nooit haar aangereden. Ik ben er echt wel een beetje in gaan rollen. Dus ik heb daar heel veel geluk mee gehad. Ik wilde nooit per se actrice worden en nog steeds zou ik mezelf niet actrice noemen. Ik heb ooit een keer geacteerd en dat is het wel. Ik ben er echt op tijd uitgestapt. Ik zou nu echt knettergek worden. En het is heel grappig, want mijn zusje is dus nu vrij bekend. Bekender dan ik ooit ben geweest, denk ik. Ik doe haar management, dus ik ga mee op haar meet and greets en fandagen en dat soort dingen. Het grote verschil is dat toen ik op tv kwam, was televisie nog iets magisch. Nog steeds, maar het was alle bekende Nederlanders waren een beetje ver van je bedshow. Dus er werd een beetje over je gefluisterd. En dan werd er gevraagd, oh, mag ik misschien met je op de foto en mag ik een handtekening? En nu is het, mag ik een selfie en mag ik een knuffel? Dus het is allemaal veel dichterbij. Dus het hele social media maakt het hele bekend zijn super intens. Omdat iedereen namelijk het idee heeft dat het je beste vriend is. Ik was bij Meet & Greet en dan gaat iemand zeggen, oh ja, ik heb dit en dit nog laatst meegemaakt. En denk ik, hè? Maar hoezo? En dan gaat Quinty daar ook goed mee om. Maar dan denk ik, maar waarom zou je dit tegen Quinty zeggen? Snap je? Dus het is heel erg dichtbij ineens. En tegelijkertijd kan dus ook dit gebeuren en het gaat mis. Een verkeerde zin, een verkeerde video, een grap tijdens een livestream en je bent done. En ik vind dat, aan de ene kant ben ik er heel erg blij mee, omdat het namelijk ook dingen in beweging zet. Dus als ik bijvoorbeeld nadenk over Black Lives Matter, dan was dat 15 jaar geleden nooit gelukt. Die movement. Maar ik vind dat hele cancel culture, ik vind dat wel echt heel ver gaan. Dus ik heb een beetje een haat-liefde verhouding met social media. Ik vind zelf het bekend zijn vind ik dus echt verschrikkelijk. Maar ik denk dat voor heel veel mensen nu bekend zijn met social media soms gewoon best wel beangstigend is. Want wat kan je nou wel doen en wat niet? Ja, dat heb ik nooit bedacht. Ik heb het gewoon echt nooit bedacht. Ik wist alleen, ik wil niet meer voor de camera staan. Dat is wat ik wist. Ik wil wel in de media blijven. En toen ben ik gewoon maar gaan onderzoeken. Gewoon alles. Ik ben overal gaan aankloppen. Gewoon om te kijken, maar wat vind ik dan leuk? Gewoon echt het onderzoeken. Maar de eerste keer dat Lenneke mij ook vroeg om directeur te worden of mede-eigenaar, zei ze in het begin. Zei ik, nee joh. Hé man, moet ik hier vast blijven zitten? Dag, ga ik echt niet doen. Ik wil gewoon weg als ik weg wil. Ik was ook best wel een soort, daar een beetje een productie en daar een productie. En ik was weinig geld gewend, dus ik vond sowieso alles al. Ik dacht, oh, krijg ik dit hiervoor? Nou, helemaal top. Dus nee, ik heb nooit bedacht dat ik dan uiteindelijk mede-eigenaar zou worden van het bedrijf. Nee. Ja, dit heb ik wel. Best wel vaak ook. Als het heel soort typical, dat ik dan ook met een accent en zo moest praten. Ik dacht, ja, ik heb dat niet, ik ben dat niet, ik wil dat niet. Of naakt, hoefde ik ook allemaal niet. Commercials wilde ik ook allemaal niet. Ik wilde gewoon eigenlijk niet echt acteren. Ja, meis, ik heb best wel vaak nee gezegd tegen dingen ook, ja.
Nou, ik zeg altijd, ik wil de wereld veroveren. En ik weet nog niet precies hoe ik dat ga doen. Ik wil gewoon dat er mooie dingen worden gemaakt. En dat dan die talenten, dat ik het zetje in de rug geef. En dat ik ze coach. En dat vind ik heel erg leuk. Ja, en ik kan dat gewoon niet in mijn eentje doen. En daar heb ik een team voor nodig. En ik vind het ook heel erg leuk om in een team te werken. Het is helemaal niet leuk om dingen in je eentje te doen. En dat je dan niet kan high-fiven. Dus ik denk dat de motivatie gewoon is dat ik... En het werk gewoon heel erg leuk vindt en het graag doe en heel veel wil doen. En daarvoor heb ik dus een leuk team nodig. Iedereen dacht, oh, ze gaat bij een castingbureau werken, zodat ze klussen voor zichzelf kan binnenhalen. En dat was gewoon echt niet het geval. Dus ik heb daar heel lang en veel voor moeten vechten om te laten zien, nee, ik wil dit helemaal niet. Ik wil echt die kant op. Geef mij die kans. Maar iedereen dacht gewoon dat ik dat deed om maar gewoon dicht bij het vuur te blijven of zo. Zoiets zou het dan zijn. En ik heb nu ook wel dat ik denk, ik ga nu wel af en toe een podcast zitten. En ik snap dat ik veel volgers heb. En als iemand een keer iets leuks opstuurt, zodat ik het een keer op Instagram zet, ik ga er niet meer heel erg moeilijk over doen. Terwijl daarvoor, ik moest echt struggelen om ervoor te zorgen dat mensen begrepen dat ik niet meer voor de camera ging zitten. Nee, maar je snapt het. Nou, ik ben er dus wel per toeval ingerold. Maar dat kwam ook gewoon omdat ik heel erg ben gaan onderzoeken wat ik nou leuk vind. Dus ik wilde gewoon van alles een beetje proeven. En toen uiteindelijk kwam ik erachter, oeh, dat casten, dat vind ik heel erg interessant. En toen wist ik wel, oké, ik wil iets met dat casten doen. En toen ik bij 1 Miljoen Face ben gaan werken, merkte ik ineens, hey, wacht even, ik kan coachen. Ik snap medialandschap, ik kan strategieën uitschrijven en het... Ik merkte op een gegeven moment dat bij bijvoorbeeld Kai Gorgels, hey, dit begint te werken wat ik nu aan het doen ben. En ik had dat toen der tijd ook met een Tess Milne. En toen wist ik wel, oh, ik ben hier goed in. Ik kan dit. En dan ga je het steeds vergroten. En wat ook zo is dat ik ook gedurende die tijd er heel erg ben achtergekomen wat ik echt niet kan. En dat is misschien vaak nog wel veel belangrijker. Dat je dus, als iemand aan mij vraagt, ja, ben je goed in administratie of in cijfers? Dan is het antwoord echt nee. Ik heb, maar ook niet in structuur bijvoorbeeld. Ik heb een ongelofelijke luxe positie. Ik legde het net al uit dat ik een assistent heb die mijn agenda doet. Anders was ik niet eens zo ver gekomen, omdat ik dan de hele tijd of te laat zou zijn of afspraken vergeet of whatever. Ik ben namelijk heel erg chaotisch. Dus als je dat soort dingen ook nog eens een keer omarmt, dat kan denk ik heel erg handig zijn. Maar ik ben er en ingerold en op een gegeven moment voel je, oeh, wacht even, hier ben ik goed in, hier ben ik niet goed in. Oké, dan gaan we die kant op. Dat is een goede vraag. Ik denk niet. Nee, ik denk het echt niet. Ik zou niets niet willen doen. Ik zou ook niet, bedoel, nu zou ik, op dit moment zou ik, als ik nu zou worden teruggevraagd om spanga's te doen, zou ik absoluut nee zeggen. Maar ik zou toentertijd ook ja zeggen. Het is toch een mega unieke kans om, je bent 17 en je rolt in deze serie. Okay. Nee, ik zou precies hetzelfde gedaan hebben. Het samen groeien, dat is echt heel erg leuk. Dus het kunnen high-fiven, het bedenken, Kai Gorgels, die zei, ik wil Expeditie Robinson ooit een keer presteren en Temptation Island. Nou, nu is dat allebei geluk, ook door omstandigheden. Dus we hebben daar ook gewoon geluk in gehad. Maar dat je dan al weet, oké, je bent nu Kai Stiepertjes, wat wordt dan de volgende stap? En dat je dan gaat pitchen en dat je dan heel erg gaat vechten voor iemand. En dat je, ik bedoel, ik zat in elke vergadering met een producent of met een zenderbaas. Zei ik nog net niet dat Kai de nieuwe minister-president van Nederland moet worden. Zeg maar zo bombastisch presenteerde ik hem dan. En dat je dan heel duidelijk durft te zeggen, oké, dit is wel wat we gaan doen. Dit is niet wat we gaan doen. Want je moet ook een paar keer nee zeggen tegen iets. Want anders kan het invloed hebben op je verdere loopbaan. Of, ik vind dat hele strategische, het dammen, het bij producenten overtuigen, dat vind ik denk ik het allerleukste. En dan is het al helemaal het allerleukste als het lukt. En soms lukt het ook niet en dan is het super pijnlijk. Maar gewoon het samen een plan maken en dat dan op een gegeven moment werkt. Ik weet ook nog dat we hadden dan
twee maanden geleden of zo, dook het management van Robert Rodenburg. En met hem hebben we Open Kaart. En dat is gewoon het is gewoon een hele grote hit. Waarvan iedereen begint tegen mij zei, Robert Rodenburg, dat ga je toch niet doen? Dat is gewoon een influencer, John heeft helemaal geen talent. En ik zei, wacht maar. Ik heb een video van hem gezien, hij is heel erg goed. Ja, en als hij dan bij RTL Boulevard was, ineens, ja, grootste nieuwe talent. En het is ongelooflijk hoe hij interviewt. Ja, dan zit ik daar met een big smile op mijn bank. En denk, ja, zie je wel, ik wist het wel, ik heb het wel gezien. Ik denk dat ik dat het allerleukste vind. Dat zit gewoon een beetje bij casting en bij management in. Dus dat is dan wat je doet. Je brengt andere talenten naar voren. En ik denk ook dat ik dat wel misschien daar ben ik ook heel dankbaar voor. Dat je ook echt nieuwe talenten kan laten zien. Of dat je nieuwe kansen kan creëren. Ik haal veel meer voldoening uit het werk wat ik nu doe. Terwijl ik helemaal niet op de voorgrond sta. Dan dat ik Avalanche Blokland speelde. Vond ik ook hartstikke leuk. Maar nu denk ik echt, ja, hier heb ik echt iets mee te maken. Hier heb ik echt controle over. Dit is wat we samen gedaan hebben. Dus ik vind het ook veel leuker om mensen die kant op te duwen in plaats van mezelf. Een grootste obstakel is denk ik dat je gewoon altijd... Je wordt altijd een beetje klein gehouden. Dat is gewoon zo. En mensen verwachten... Dat is ook heel... Dat is dus... Het is een compliment, maar ik vind het dus ook heel erg vervelend. Zo van, oh, ik had niet van je verwacht dat je zo kon zijn. Dat ik denk, omdat ik een vrouw ben, hoezo? Dit zou je nooit tegen een man zeggen. Je bent wel hard aan het werken. Hou je wel ruimte over voor een vriend? Why? Is het ooit aan jou gevraagd? Hou je wel ruimte over voor een vrouw? Laat me met rust. Dus het is vooral het persoonlijke wat mensen er dan... van je privéleven wat mensen dan willen weten en dat dan vergelijken met hoe je werkt. Dat vind ik heel erg irritant. Maar wat er dus ook wel vaak gebeurt, en dat is wel, dat vind ik wel lastig, is dat, nou nogmaals, ik werk in een media en dat is gewoon vaak wel oud, wit en man. En ik ken niemand van kleur en dan ook geen vrouw aan de top van een mediabedrijf. Nee, eigenlijk niet. Ook als ik naar kan gaan, zie ik dat nooit. Maar dat betekent ook dat de mannen die daar zijn, denken, woehoe, we zijn op vakantie of we zijn op zakenreis. En daar loopt een leuk snoepje. En dat is heel vervelend, dat ik dus, als ik dus met iemand in gesprek ga, toch soms ineens een soort seksuele lading krijg. En de struggle die je dan hebt om ervoor te zorgen dat, ik ga daar niet op in. En dan wil je wel, maar je wil ook niet iemand, je wil ook dat de relatie goed blijft, want je hebt diegene ook nodig. Dus dit is natuurlijk die hele machtsverhouding. Maar ik wil ook dat hij absoluut weet dat hij dit niet moet doen en ook nooit meer bij mij moet proberen. Dus ik heb nog nooit eens bij mij iemand over mijn grens heen gegaan, want ik ben namelijk ook zo ongelooflijk lomp dat ik het ook gewoon zeg. Dus ik heb wel eens tegen een producent gezegd, ik zei, ah, dat is grappig, je hand is ineens op mijn bil. En dan wordt iemand daar super ongemakkelijk van. Maar moet daar dan tegelijkertijd ook om lachen. Dus dan is het wel weer goed. Maar dat je dus moet dealen met dat stukje. Omdat je vrouw bent. Dat vind ik wel soms echt wel heel erg lastig. En dat was in het begin iets meer dan nu. Daar is natuurlijk ook gewoon heel veel in veranderd. En ik heb nog nooit gelukkig echt iets naars meegemaakt. Maar wel gewoon dat je af en toe denkt. Goh, dit doe je echt alleen omdat ik... Ja, omdat je denkt dat je dit bij mij kan maken op dit moment. Ik ben gewoon best wel zelfverzekerd in die zin dat ik... Ik ben dus nooit bang voor mensen. Ik denk dat het wel gewoon goed is om te blijven communiceren. Het zou natuurlijk kunnen zijn dat er een man mij gewoon echt heel leuk vindt om wie ik ben. En mij in die zin zou willen versieren. Omdat hij denkt, nou, ze is vrijgezel en ik ben ook vrijgezel. En misschien kan daar wel iets heel moois ontstaan. Dus Het is natuurlijk ook niet zo dat er altijd een soort mega negatieve lading aan vasthangt. Wat er gewoon alleen lastig aan is dat je volgens mij goed moet aangeven dat je daar niet naar op zoek bent of dat je dat niet wil. En als een man zich op een gegeven moment afgewezen voelt omdat je dus nee zegt, want ik vind wel echt dat je hem nooit mag denken, maar het zou goed kunnen zijn voor mijn carrière of ik moet diegene te vriend houden, want... In die end win je er echt niets mee. Ik heb nog nooit iemand... Ik heb veel mensen die dan toch met iemand naar bed zijn gegaan. Want wellicht zou het me een klus kunnen opleveren of whatever. Is nooit gebeurd. Nee zeggen gaat je in die end zoveel verder brengen dan ja zeggen.
Dus ik denk dat de juiste communicatie nooit denken dat je mee moet bewegen. Je hoeft echt niet mee te bewegen. Als je het leuk vindt en je denkt misschien wel, het is mijn potentiële vriend, hoef je er ook niet bang voor te zijn. Hè? Dus we zijn natuurlijk ook nog steeds allemaal mannen en vrouwen en we flirten met elkaar en dat is leuk. Dus het is, je hoeft niet te zeggen, oh nee, ik kan het niet doen, want whatever. Als je het wil, moet je het doen. Maar als je het niet wil, hoef je echt niet mee te bewegen. Mensen zijn vaak geneigd om een opmerking te maken. Die opmerkingen, die moet je gewoon lekker vooral voor jezelf houden. Dus je komt binnen met een rokje en dan is het zo. Nee, hoeft niet. Je hoeft het gewoon niet, bedenk het, spreek het niet uit. Want je maakt er iemand gewoon misschien wel super ongemakkelijk mee. Of dat je zegt, oh, ik vind dat rokje echt super mooi. Niet doen, want ze doet dat rokje waarschijnlijk nooit meer aan. En dat is gewoon, dat is niet leuk. Ga erover in gesprek, denk ik. Als je daar wel je twijfels over hebt, dat je gewoon tegen iemand zegt, hey, ik struggle hier soms mee. Wat kan ik doen zodat jij je veilig voelt? Want dat is voor iedereen anders. Voor mij hoef je niets te doen om me veilig te laten voelen. Want ik ben mondig genoeg om er zelf wat over te zeggen. Maar misschien heb je wel een collega binnen je team waarvan je denkt, oeh, daar twijfel ik over. Of zij wel mondig genoeg is. Of ik zie daar dingen gebeuren. Praat met elkaar. Wees niet bang om daar open over te zijn. Maar hou de obvious man-vrouw opmerkingen die je normaal gesproken in de kroeg zou maken, die hoef je niet op de werkvloer te doen. Die kan je voor je houden.